Ja, daar zijn we weer. Met een gloednieuwe F1 2020 carrière. En we zijn hier bij de Grand Prix van Canada. En ik moet zeggen, gelukkig laten we nu eindelijk Baku en Monaco achter ons. En is dit een circuit wat ik echt oprecht een tof circuit vind. Leuk om te rijden. De trainingen gingen best aardig. Dus ik hoop een goede kwalificatietijd te kunnen zetten. Even kijken, custom setup staat aan. Ja, zeker weten. Trouwens, als je wil weten waar ik mijn custom setups vandaan haal. Ik haal die meestal van Real Sport 101. Die neem ik gewoon één op één over. En daarna ga ik tijdens het testrijden, tijdens de trainingen, ga ik kijken of er nog kleine dingetjes aangepast moeten worden. Maar ik vind Real Sport 101 vind ik een goede baseline. We gaan het nu proberen dus. Wens me heel veel succes. Het ging zo lekker. Dat ging niet helemaal goed. Die namelijk echt zo verschrikkelijk slecht. Oh my god. Oh, hier baal ik wel van, man. Want daar pakte ik elke keer veel tijd. Een zevende plaats. Ja, niet verkeerd. Maar daar had echt heel veel meer in gezeten, man. Daar baal ik van. Daar had echt heel veel meer in gezeten. Op twee plekken liet ik het echt gigantisch liggen. Nou ja, oké. We zullen het ermee moeten doen. Zevende plaats. Dat is natuurlijk dikke prima voor voor Williams. Ja, toch wel 18e van de pole position af. Maar Oké. Fans really seem to enjoy that. Goed zo. It's got to be a relief to qualify that far up the grid. Well, I never expected anything less. You have to push yourself. Do you feel that your teammate put on a good show for the home crowd? Definitely. Appreciate your time. En daar zijn we aangekomen bij de grote prijs van Canada. En het belooft een interessant weekend te worden en een interessante race vooral. Omdat de weersomstandigheden die zullen hier zeker parten gaan spelen. Het is nu nog droog. Maar ik heb de weersverwachting bekeken. En richting het einde van de race moet het in één keer gaan regenen. Nou, dat is leuk om in de mix te gooien natuurlijk. Hopelijk komen wij daar goed uit. De auto heeft... Het is niet heel erg sterk in zijn balans, maar wie weet, als we goed anticiperen, de timing van de pitstop ook goed weten te krijgen, dan kunnen we misschien nog best wel een goede slag slaan. We starten vandaag vanaf een zevende plaats. Er is best wel wat engine wear momenteel gaande, dus het zal me niks verbazen dat vooral de gearbox... de versnellingsbak, dat we daar problemen mee gaan krijgen. Het is een bekend probleem natuurlijk. Ik heb geen resource points over om in dat soort zaken te stoppen. Alles gaat naar aero en chassis. Daar moeten we enorm in verbeteren. Valtteri Bottas met de pole position dus. Opvallend, want Lewis Hamilton lag de hele tijd vooraan. Heeft hij een gridstraf? Nee, hij staat gewoon tweede. Een tiende achter zijn teamgenoot. Dan Ferrari op de tweede startrij. Red Bull op de derde startrij. En daar staan wij op de vierde startrij. Naast Daniel Ricciardo.
Magnussen and Kvyat, Sainz, Norris, Pierre Gasly and Roman Grosjean. Ik zie volgens mij geen gridstraffen. Nicholas Latifi. It's almost time for the lights to go out. En ons teamgenoot staat achteraan, Nicholas Latifi. Toch wel flink wat seconden off the pace. Finish last race. Let's aim to keep the momentum going. Laten we dat doen. Even kijken, race strategy. We gaan dus voor een 1 stop van de softband naar de mediumband. En zoals je ziet, session forecast richting het einde. Dus een regenbui. Of dat de route in het eten gaat gooien, we gaan het zien. Wij gaan in ieder geval op deze manier starten met deze strategie in gedachten. En we zien wel hoe het loopt. Een absolute droomstart. Dit had ik niet durven te dromen. Ik kreeg net wel een flinke poor van achteren. Zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat ik daar net ook niet heel netjes was. Maar alles voor de punten, hè? Alles voor de punten. Nou, de Mercedes verdwijnen in ieder geval weer aan de horizon. Ik probeer zoveel mogelijk wielspin te voorkomen, maar het is wat lastig af en toe. Ferrari zijn dan weer aan het aankloppen. Dat is verrot. Moment van overstuur, wielspin. Dat kost me heel veel tijd. Energie en benzine. Die bocht lukt me niet met deze auto hoor. Lang recht stuk. Overtake button weer aan en gaan. Oh. Dat ging mis. We krijgen geen time penalty voor. Ah, hij kreeg de DRS en niet ik. Mijn moment lag eerder. En nog een keer. Wauw. Dat voelt een beetje oneerlijk. Gap to teammate behind is 10.8 seconds.
Oké, nu hebben wij de DRS, dat is mooi. Hier, hoppa, krijgen we nog een DRS. Dat is heel erg lekker. Nu gaan we echt dichtbij komen. Ja, dat was een corner cut, ja, dat klopt. Ging wel per ongeluk. Die curb moet je dus niet te hard raken, hè? Want dan... dan ben je gezien zoals je wel eerder kon checken. Je moet hem iets ruimer nemen, zodat ik wel een beetje uitkom. Als ze maar in de buurt blijven, als ze maar de hele tijd die DRS kunnen pakken, dan is alles goed. Nog een DRS dus. Wow! Ik weet niet wat er daar gebeurde, maar ik vloog er bijna af. Vettel deed ook wat. Dat was heel weird. Is still looking good. Glijden, glijden, glijden. Hey, dat is Hamilton. Kijk, wij moesten nu naar binnen. Dat gaan we dan ook zeker doen. Ah, Vettel zit nog achter ons. Ik ben benieuwd of dat ook zo is als we de pits uitrijden. Meestal is het niet zo namelijk. Ik weet niet of ze daar qua team ook rekening mee houden. Dat sommige teams gewoon langzamer zijn dan andere. Kom. Nou, we zitten ervoor. We zitten ervoor, zeker weten. Heerlijk. Wel echt heavy traffic, hoor.
Oh, lekker, hij zit ook vast. Vettel zit ook vast. Die nam ik niet heel snel, maar... Wat extra energie verbranden hier. McLaren's blijven vaak lang buiten, man. Nu ook weer eens, hè? Ah, net niet binnen een seconde. Ik hoop er stiekem op. Expect to see some rain about 10 to 15 minutes from now. Zie je, daar komt de regen. De voorspelde regen. Misschien had ik gewoon iets heel geks moeten doen. En gewoon buiten blijven. Mijn banden waren in principe nog prima. Oeh, dat scheelt u niet veel met de muur. Ja, we houden Vettel op gepaste afstand. Gaat nu 2,6 seconden, loopt op. Nou, dat is lekker hoor. Rij je echt met heel weinig downforce ook namelijk. Dus een plek waar het verschil gemaakt moet worden, is hier op de rechte stukken. AlphaTauri ook nog niet naar binnen geweest, zie ik. En een DRS erbij, dankjewel. Dat zie ik graag. Dat is collegiaal. En hier nog één keertje. Wat een gek! Wat een gek! Waarom knijpt hij hem daar? Daar snap ik echt helemaal niks van. Nou, dat heeft me wel wat kostbare seconden gekost. Nou, toch niet zo collegiaal als ik dat ik dacht. Het klonk alsof een
versnelling werd overgeslagen. Yep. Ja, de vierde versnelling bestaat niet meer. Top. Ja, dat is zonde, want nu gaat Vettel me inhalen daardoor. Please fix it, please fix it. Maakt het zo lastig, joh. Hij slaat er eentje over, dus dat voel je ook gelijk als je tricky bocht instuurt. Ah, jongen, ja, dit kost me heel veel tijd. Kijk, zowel in de acceleratie als in de deacceleratie. Het kost gewoon bijzonder veel tijd. En Vettel, Verstappen, Leclerc, die rijden redelijk dicht bij elkaar. Dus als ik gezien ben door één, word ik waarschijnlijk door alle drie gepakt. We hebben vier weer terug. Anderhalf seconde. Knijp het maar weer helemaal leeg, want hier moeten we echt maximaliseren. Fuel mix op bridge. Overtake button aan. Gat weer 2 seconden, oké. Okay. Ik ben benieuwd of de regen nog parten gaat spelen, want het ziet er behoorlijk clear uit op dit moment. Met nog 3 ronden te gaan. Deze nam ik niet heel lekker. Maar gat is nog steeds 2,3 seconden. Dat is de Mercedes power, hè? Deze bocht kost mij elke keer zoveel tijd, joh. Maar dat ligt ook aan de afstelling van de auto. Dat maak ik juist weer goed op de rechte stukken. Ja. Je ziet me heel voorzichtig en rustig door deze bocht gaan. Want als ik daar de curb pak,
dan wil deze auto nog wel eens gek reageren. Dus dat probeer ik een beetje te voorkomen. Hebben we wel mazzel met Hamilton die uitvalt, zeg. Want wat dat betreft hadden wij geen schijn van kans. Geen schijn van kans tegen Hamilton. Gap to teammate behind is 29.2 seconds. Oh, je ziet maar al die voorsprong elke keer daar weggeven, hè? Ik denk dat we het goed doen met de banden. Weet je, we zijn nu flink wat tijd aan het inleveren, dat is 100% waar. Maar besef, de bandjes lopen ook een beetje op een einde. Ja, we komen precies uit zo. Ons kruid is bijna verschoten, maar... Ik doe gewoon ook extra voorzichtig natuurlijk. Valtteri Bottas de winnaar. En volledig onverwacht, maar toch gebeurt. Een tweede plaats. Nou, dat is ten eerste belachelijk. Driver of the day, eindelijk jongens. Eindelijk een driver of the day. Het was me nog niet eerder gegund, maar... Eindelijk. Tof. Fantastisch resultaat natuurlijk. Ik moet wel zeggen, het voelt niet zo lekker als Baku. Baku is echt mijn nachtmerrie. Maar twee keer een podiumplek achter elkaar. Dat is fantastisch nieuws. De driver deed alles wat was expected of hem in het moment om echt het team's plan te perfection. Hoi. Kijk, daar is die Valtteri Bottas. Vettel op de derde plaats. En op de tweede plaats. Ah, heerlijk hoor. Echt heerlijk. Ondanks dat ik het niet zo'n hele goede race vond van mezelf. Ik ken deze baan. Normaliter pak ik hem toch een stukje cleaner. Toch wel mooiere lijnen. Maar... Weet je, ik ga niet klagen. Dit is een fantastisch resultaat. P1 zat er absoluut niet in. P2 zat er eigenlijk ook niet in. Als Hamilton erin had gezeten, dan hadden we deze nooit van zijn leven gepakt. Hey, but I'll take it. Heel graag zelfs. En
En daar staan we weer 18 puntjes binnengesleept, jongens. Fantastisch. Echt fantastisch. Ik ben er ongelooflijk blij mee. En hopelijk, we krijgen de komende weken krijgen we flink wat upgrades op de auto. En daar zit één major update in. Dus daarmee maken we gelijk een gigantische stap vooruit. En ik hoop dat we dat ook gelijk gaan merken hier op het circuit. Dit was een fijn circuit om op te rijden. Een tweede plaats, jongens. En als je nog niet subscribed bent, zorg dan dat je gesubscribed bent. Subscribe dan. Of, hè? Ik kom niet helemaal uit mijn woorden. En laat een duimpje omhoog achter. Dat helpt het kanaal enorm. Alvast bedankt daarvoor. En we checken elkaar volgende week. Volgende week rijden we weer een nieuwe race. Dankjewel. Later.